naam is Sarah Markhoff en ik ben een professor bij de Universiteit van Amsterdam in Theoretische Sterrenkunde. Ik bestudeer zwarte gaten en alles wat er om die zwarte gaten heen gebeurt. Maar ik geef ook les en begeleid veel studenten. Ik ben opgegroeid in Amerika, maar ik kom niet uit een familie vol met wetenschappers. Mijn familieleden werkten gewoon en hadden heel gewone beroepen. Sommigen werkten met kunst. Ik kwam naar Nederland omdat Nederland een van de beste plekken ter wereld is om zwarte gaten te bestuderen. Mijn werkveld is heel internationaal. 70% van onze studenten komt uit andere landen. Als kind wist ik niet zo goed wat ik later wilde doen. Ik wilde dinosaurussen bestuderen, toen ballerina worden en daarna turnster. Daarna vond ik wetenschap weer interessant. Dus mijn interesses vlogen vaak heen en weer. Ik ben zelfs bijna kunst gaan studeren. Ik had veel interesse in kunst, maar ik was ook best goed in natuur en techniek. De mensen om mij heen moedigden mij aan om dat te proberen. En zo werd ik uiteindelijk wetenschapper. Maar dat was als kind niet mijn droom of zo. In mijn beroep zijn talenten en vaardigheden heel belangrijk. Om een goede wetenschapper te zijn, is het belangrijk om nieuwsgierig te zijn. Je moet willen weten hoe de wereld en het heelal werkt. Daarnaast zijn er technische vaardigheden. Je moet het leuk vinden om met computers en wiskunde te werken, omdat we dat veel doen. Maar het is ook heel belangrijk om je ideeën te kunnen vertellen aan anderen. Je moet dus ook een goede spreker zijn en goed kunnen schrijven. Mensen enthousiast kunnen maken. Ik ben nieuwsgierig en als ik niet werk, lees ik veel. Ik vind muziek ook erg leuk en ga vaak naar concerten. En mijn favoriete eten is pittig, Thais of Indisch eten. Als je naar een zwart gat gaat, zijn alle vaardigheden die ik net noemde belangrijk. Dus van tevoren alles uitdenken, zodat je weet wat je kan verwachten. Je moet op alles voorbereid zijn. Je moet weten hoe lang de missie gaat duren en wat de omstandigheden zullen zijn. Het dichtstbijzijnde zwarte gat is nog steeds erg ver weg, dus astronauten zijn misschien wel jaren onderweg. Dan moet je genoeg eten hebben, levensruimte, spullen om te sporten. Je moet de gevaren van tevoren berekenen. Er zweeft veel materiaal om een zwart gat. Dat is hoe we zwarte gaten kunnen zien. De eerste foto van een zwart gat heb ik hier in mijn knoop. Ik heb aan die foto meegewerkt. Het licht op de foto komt van dingen die om het zwarte gat heen zweven. Dat licht ontstaat door hele hoge straling die heel gevaarlijk is voor mensen. Dus een ruimteschip moet een beschermende laag hebben of een magnetisch veld om je te beschermen tegen die gevaarlijke straling. Als het ruimteschip te dichtbij komt en in het zwarte gat dreigt te vallen, moet je een manier hebben om tegen die zwaartekracht in te werken. Net als satellieten die om de aarde draaien. Die zouden door de zwaartekracht uiteindelijk ook naar beneden vallen. Maar die hebben motoren die ze omhoog houden. Het ruimteschip moet heel veel energie hebben als je te dicht bij een zwart gat komt. Natuurlijk nog niet bij de Event Horizon, maar dichtbij genoeg om de zwaartekracht te voelen. Dat moet je tegengaan. Dat kost heel veel brandstof. Het wordt nog moeilijk om genoeg brandstof mee te nemen. We moeten dan nadenken over nieuwe technische oplossingen. Dus er komen veel problemen bij kijken.